Nog elke dag gaat Butch met de auto naar zijn werk. En dat doet hij al heel lang. How long have you been working? Since I've been 11 years. 11 years old. Ja, ruim 70 jaar dus. Zo werkt Butch nu achter de kassa in een supermarkt. En eigenlijk niet omdat hij dat leuk vindt, maar omdat het moet. Hij heeft namelijk te weinig geld om met pensioen te gaan, om te kunnen stoppen met werken. Een klant vond dat niet leuk voor zo'n oude meneer en plaatste een video van Butch online. Daarin is te zien dat ze praten over een trend op TikTok, namelijk geld ophalen voor oude mensen die nog werken. The one lady and she just raised over 50,000 in 4 days for another 82-year-old. Yeah. In de Verenigde Staten gebeurt het vaker dat oudere mensen niet genoeg geld hebben om met pensioen te gaan. En daar worden op TikTok dus vaker acties voor gevoerd. You'll be receiving 100% of the donations. En nu kwam er dus zo'n actie voor Butch. Het filmpje van hem achter de kassa ging viral. Zijn verhaal kwam zelfs op tv en in de krant. I mean, it's just all a blessing. Hey, bro, how you doing? What's going on, buddy? Look at this. You're on the front page of the newspaper. De afgelopen weken doneerden heel veel mensen geld. Butch was ervan onder de indruk. Again, thank you guys enough. Yeah, man. Come here, give me a hug, buddy. Uiteindelijk is er meer dan $100.000 opgehaald. Bijna €100.000. En dat is genoeg voor Butch om nu wel eindelijk met pensioen te gaan. Op zijn laatste werkdag verrasten collega's en vrienden hem. En ook dat kwam weer in het nieuws. It's so overwhelming. It's so amazing how good people are.